Ja, voorzitter, korte vraag hierover nog. We lazen dus inderdaad in de brief van mevrouw Van Ark en de heer Koolmees. Volgens onze voorgangers rustte die inventarisatie op meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media. Ik vraag me af, ik begrijp hieruit dat deze verkenners dat tegen de nieuwe verkenners hebben gezegd. Maar ze hebben ook helemaal geen contact meer gehad met de ambtenaren. Ze hadden geen idee hoe dat op dat blaadje was gekomen. Dus waar is dit dan op gebaseerd geweest? Wat heeft u precies gezegd tegen mevrouw Van Ark en meneer Koolmees? En waar baseert u dat op? Want u heeft niet eens aan die ambtenaren gevraagd. Waarom hebben jullie dat eigenlijk opgeschreven? Positie, omzicht, functie elders. Mevrouw Jortsma. Oh ja, wij hebben geconcludeerd. Nee, dan moet ik even de precieze tekst, want u leest hem voor en ik heb hem alleen niet zelf hier. En dat vind ik lastig. Om daar echt op te... Nee, ik heb hem hier niet. Welke tekst zoekt u precies? Nou, even de precieze zinnen die... wat wij geconcludeerd... Nou, misschien moet ik hem even voorlezen. Ik kan hem ook wel zonder misschien. Oké. Okay. Wat wij hebben gedaan op maandag is wegnemen dat datgene wat vrijdag door in de brief van Koolmees en Van Ark was vermeld, eigenlijk zo min of meer de verantwoordelijkheid bij de pers legde. En dat was niet het geval. Dat wilden wij helemaal niet. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon onze verantwoordelijkheid dat het in die notitie staat. Want zo werkt het. En daar staan wij ook 100% voor. Dat gaan we niet afwendelen op de pers. En dat leek in de brief van Koolmees en Van Ark dat we daarmee bezig waren. En dat was niet het geval. Ja, ja. Ouwehand. Dat snap ik. Iedereen viel daarover. Van, we hebben nu de media het gedaan, dus dan neem je dat terug. Maar de vraag, misschien krijgen we het zo wat scherper. Als we hier gewoon antwoord op krijgen. Wat hebben deze twee verkenners dan tegen de nieuwe verkenners precies gezegd? Want hoe zij het hebben opgeschreven was blijkbaar niet helemaal zoals het besproken is. Wat hebben jullie precies gezegd? Mevrouw Jortsma. Ja. Ja, wat we precies gezegd, we hebben een kort gesprek gehad met hun en op basis daarvan hebben zij de brief geschreven. En toen de brief klaar was, hebben we daarmee ingestemd. En daarna bleek dat er toch misverstanden konden ontstaan over het feit of we nou de pers de schuld gaven of niet. Nou, dat misverstand vonden we dat we weg moesten nemen, want de pers is daar überhaupt niet schuldig aan. Oké, dus mevrouw Ouwehand. Dus wat er precies in deze enorme puinhoop en die gevoeligheden en heel erg geschrokken van, nou ja, dat daar heeft gestaan, functie omzicht, positie elders, dat had natuurlijk nooit gemogen. We zijn er heel erg van geschrokken. Klopt. En in dat proces is er een overdrachtje geweest. En dan, daarvan zegt u ook, ja, wat we gezegd hebben, dat weten we niet meer hoor. Nee, maar wij waren het dus eens met wat zij opgeschreven hadden. Alleen wat wij ons niet realiseerden, was toen die brief naar buiten ging, dat er onmiddellijk opgemaakt werd als hadden wij de pers nu de schuld gegeven van deze zaak. En dat was niet het geval. Dat wilden we wegnemen. Dat snap ik, want iedereen viel daarover. Dus dan ga je zeggen, nee, zo hebben we dat niet bedoeld. Het is niet de schuld van de media, maar ik heb hier een simpele vraag. Ja. Het is al een enorme rel. Het hele land in rep en roer. De Kamer neemt het hoog op. Ja. Er zijn nieuwe verkenners aangewezen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden. Tot zover klopt dat, hè? Tussen de oude verkenners en de nieuwe verkenners. Ik vraag, wat hebben jullie gezegd? Ja, dat weten we niet. Nee, maar toen lag volgens mij het concept van die brief er al. Ja, en toen hebben we over die brief nog een kort WebEx-gesprek gevoerd. En daarna is die brief uitgegaan. Dus die brief was wel met zorg opgesteld, neem ik aan. Maar dat is toch geen antwoord op de vraag? Ik vraag, wat is er gezegd? U weet toch wel wat u gezegd heeft? We hebben ingestemd met het verzenden van die brief. En zonder die inhoud aan te passen. En waarvan we naderhand zeggen, ja, hij is toch onduidelijk. Op dat punt, op dat ene punt dan. Mevrouw Ouwehand. Nou, voorzitter, ik vind dit heel bizar. Ik kan me niet voorstellen dat de oud-verkenners daar stommetje hebben zitten spelen. En alleen naar een brief hebben gekregen en een soort van geknikt, ja, doe maar uit. Er is eerder in dit debat gezegd, we hebben niet bij de betreffende ambtenaren nagevraagd hoe kan dat nou dat op die notitie is gekomen, want wij zijn er heel erg van geschrokken, hè? Dat moeten we geloven, dat jullie er heel erg van geschrokken zijn. Nou, oké. Vraag dan aan die ambtenaren. Nee, hebben we niet gedaan, hebben we niet aan gedacht. Dan vindt er een overdracht plaats, dan komt er een brief van de nieuwe verkenners, die schrijven volgens onze voorgangers, we hebben ze ook in de media gezien, van wij hebben dat van hun begrepen. Hoe begrijpen zij dat als jullie niks zeggen? Nee, dat hebben we dus aan hun verteld. Oh wel? Ja.
Ja, natuurlijk hebben we dat aan hun verteld. Ze hebben die brief geschreven op basis van wat wij met hun besproken hadden, tuurlijk. Goed, mevrouw Ouwehand. Goed, maar dan de volgende vraag. U heeft het ze wel verteld, maar u heeft niet bij die betreffende ambtenaren nagevraagd. Waar is dit zinnetje? Waar komt dat vandaan? Heeft u niet gedaan? Dat konden wij niet meer navragen, voorzitter. Ja, het probleem was, wij waren geen verkenner meer. En de ambtenaren waren dus toegewezen aan de toen inmiddels aanwezige verkenners en niet meer aan ons. Ja, precies. Mevrouw Ouwehand. Dus tussen het moment dat die foto naar buiten kwam en het terugtreden als verkenners is geen contact gezocht met de ambtenaren, dat begrijp ik. Toen daarna was het, ja, dat kan niet meer, want die werken niet meer voor ons. Dan vindt er een overdracht plaats en dan gaan deze twee dames speculeren waar dat op gebaseerd zou zijn. Niet gevraagd bij de ambtenaren, maar wel tegen de nieuwe verkenners zeggen, nou, dat is gebaseerd op een inventarisatie van meerdere invalshoeken. Dat is wat we moeten geloven hier. Ja. Ja, dat is het enige wat wij kunnen bedenken. Ja. De heer Klaver. Ik had nog een vraag. En alle waardering trouwens voor de verkenners die hier zijn gekomen. En ook nog op dit tijdstip de Kamer te woord staan. Ik zal het proberen.